Hallo, hier Lisette Anne. Wanneer je dit ziet, dan kijk je naar de replay van de Facebook Live uit de groep Passievol en Bewust van vrijdag 22 september 2017. Ik sta hier in mijn tuin en ik dacht, ik ga eventjes live. Dus nu eindelijk min of meer stil. Er waren hier gigantisch veel maaiers en sloten dreggers en weet ik wat allemaal. En nu, dit is redelijk stil voor op dit moment. En ik dacht, ik wil eventjes een live doen om jullie een heel fijn weekend te wensen. En ik stond hier zo naar mijn aardperen te kijken. Kijk, die zijn gigantisch hoog. En die aardperen die staan hier. En die hebben het ontzettend naar hun zin. Ik ben ooit begonnen met een heel klein klusje aardperen. En dat zijn er nu heel veel. Blijkbaar is de voeding heel erg goed hier in de grond. En ze gedijen gigantisch. En toen stond ik zo een beetje te dubben over voeding en wat goed is en wat minder goed is. En dat is ook eigenlijk een beetje in een mensenleven zo. Van je groeit op de voedingsbodem waar je geboren bent, waar je staat, waar je groeit. En het is altijd belangrijk om goed na te denken met wat je jezelf voedt. Laat jij alles binnen? Bekijk jij alles op Facebook? Lees jij alle nieuwsbladen? Kijk je naar al het nieuws? Waar voed jij je mee? Dan dacht ik van, nou, dat vind ik wel een mooie contemplation. Is dat, ik weet geen eens of je dat kunt vertalen in het Nederlands in contemplatie. Want ik weet niet of dat woord echt goed bestaat in het Nederlands. Sorry, maar dat ik mijn mobiel helemaal stil hou. Maar toen dacht ik zo van, ja, wat stop je nou eigenlijk in je lichaam en wat verwacht je van je lichaam en wat verwacht je in dit geval bijvoorbeeld van je spiritualiteit? Want wat je erin stopt, dat haal je er ook uit. Ben jij iemand die alles leest? Ben jij iemand die heel selectief leeft? Ben jij iemand die goed naar de intuïtie luistert? Ben jij iemand die alles spontaan doet en daarna wel ziet? Ben jij iemand die eerst de kat uit de boom kijkt en dan vervolgens denkt, nou, ik weet het zo net nog niet. En toen dacht ik ineens aan een blogpost die ik ooit heb geschreven. En er staat ook in een e-book. En voor degenen die nieuw zijn in de groep Passievol en Bewust. Bovenin heb je een balkje met bestanden. Daar kun je ook bestanden zien. En er staat ook één hoofdstuk van mijn e-book van verandering. En die blogpost begint zoiets als van, als je niets verandert, verandert er niets. En dat is een hele mooie quote van Tony Robbins. Dus je kunt wel verwachten dat je leven ineens helemaal fantastisch gaat worden en dat alles gaat veranderen. Maar als je geen actie onderneemt, dan gaat er dus gewoon echt niks gebeuren. Dat heeft ook te maken met de voeding. Dus wil jij een nieuwe kant op gaan met je leven en wil jij andere dingen gaan leren, dan zul je ook met andere dingen moeten gaan voeden. Kijk, als jij altijd maar elke dag in en uit bijvoorbeeld aardappelen eet en nooit eens een keer rijst of nooit eens een quinoa, dan krijg je alleen de voedingsstoffen binnen die in die aardappel zitten. Dat wil niet zeggen dat dat verkeerd is. Kan hartstikke prima smaken, kan hartstikke goed zijn. Maar je bent wel bezig met een eenzijdige voeding. En datzelfde geldt voor spiritualiteit. Ben jij tevreden met wat je doet, dan ben je gewoon helemaal tevreden. En heb je zoiets van, oké, nou ja, het is nu al tijd om ook iets anders te gaan doen. En mezelf meer te gaan voeden. Denk er dan aan dat aanstaande dinsdag ik begin met de derde serie van Ontwikkel je helder vermogens. Dit keer is het 5 keer 1,5 uur. De vorige keren was 5 keer 1 uur. Dus ik heb meer spullen toegevoegd, meer informatie. Dus als je dat leuk vindt, dan hoop ik je dinsdag te zien. En ik laat je nog een klein stukje van mijn tuin zien. Je ziet hier heel veel aardperen, 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 aardperen. Echt de sky. En dit is ook wel leuk. Ik zal je even nog laten zien. Ik heb hier een, als je dat tenminste ziet. Ja, zie je het? Ik heb hier sierappeltjes in mijn tuintje. Dus ik dacht van, nou ja, dat is misschien wel leuk. Oeps, dat is een stokroos die je voor de camera vloog. En ik ga lekker verder met mijn aardbeien. Hier zie je mijn aardbeienbed. Ik ben ze aan het stekken en aan het verplanten. Verplanten, verpotten, want dat moet ook gebeuren. Dus ik zou zeggen, kijk eventjes naar dat bestand van verandering. Dan kan je dat lekker op je gemakje lezen. En denk eraan, aanstaande dinsdag begint ontwikkel je heldere vermogens. Weekend zal ik waarschijnlijk weinig op Facebook zijn. Ik heb het heel druk met andere zaken. Dus vanaf deze plek, vanuit mijn tuin, met heerlijke frisse lucht, wens ik je een heel fijn weekend. En ik zie je volgende keer. Love you guys. Bye bye.